Hey kijkers, wat is Gaming NL? Awesome dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Ik dacht zo eens van... Laten we even een vlieg even cool laten zijn. Ik zat ooit eens een keertje te denken van... Yo, weet je wat mij wel een leuk idee lijkt? Ik ga gewoon eens een keer een hele wereld compleet naar de klote blazen. Dat is dus ook wat we vandaag gaan doen. Ik heb hier een aantal dingen geïnstalleerd. De Rival Rebels mod. Dat geeft mij namelijk de mogelijkheid om een atoombom neer te zetten. En die volledig dit hele stuk land kapot te maken. Nou zijn we dus heel erg dicht in de buurt van een forest biome. Of iets dat erop lijkt gespawnd. En het lijkt mij wel even een leuk idee om hem helemaal op te blazen. Nou, mocht je dit ook willen gaan doen, er staat een downloadlinkje in de beschrijving voor de Rival Rebels mod. En dat soort dingen. Dus dan kun je dit ook gaan gebruiken, mocht je dat leuk lijken. Ik heb ook nog een aantal andere mods. Misschien dat we daar nog wel eens een keer naar gaan kijken. We gaan ons vandaag richten op de explosies van deze fantastische mod Rival Rebels. Dus, het eerste wat we even gaan doen is, we gaan de nuke daadwerkelijk neerzetten. Dat gaan we even hier doen. Dus wat we hier hebben is een nuke bottom, nuke top. En we hebben pliers nodig, zodat we deze daadwerkelijk kunnen laten werken. We klikken met onze rechtermuisknop op de linker box. En nu hebben wij een fantastische atoombom. Dus ook echt een nucleair tekentje op. Hartstikke leuk. Oké. Nou, als je dit interface zo open met de pliers met de rechtermuisknop, dan krijg je dit. En wat je moet doen is, je moet dit helemaal volgooien met deze nuclear rods. En wanneer deze helemaal vol zit, ik merk alweer dat ik er eentje tekort kom. Dus dan gaan we dat wel even opzoeken. Ik raad aan om, als je dit in survival wil maken, dan raad ik je aan om vooral, not enough items te gebruiken. Zodat je alle crafting recipes voor alle items kunt gaan vinden. Want ik ben niet enigszins van plan om hier alle crafting recipes te laten zien. Want dan zou de video een half uur duren. Wat je ook nog hebt zijn deze tijdbommen. En die stop je dan hier. En hier zet je dan de fuse neer. En als je deze er eenmaal in stopt, dan gaat de bom aftellen van 25 seconden. En wanneer deze ontploft, krijg je de meest epische explosie ooit. Dus wat de bedoeling is, we stoppen hem er hier in. En dan gaat hij aftellen. Nou, over 25 seconden zou dit ding dan, als het goed is, moeten ontploffen. Dus wij zitten hier in de tussentijd wel even te wachten. Tenminste, ik zit hier even te wachten. Maar voor jullie is het gewoon even één simpel knipje. En dan komen we zo meteen terug wanneer de explosie begint. Oké, daar gaat hij. Oh my god. Je ziet ook echt van alles en nog wat helemaal trippen. Holy shit, dude. Dat is fucking awesome. Zie je die rook daar ook omheen? Holy shit. Oh my god, ik begin een klein beetje ervan te laggen. Oh my god. Dit is niet goed hoor. Mijn hele Minecraft loopt vast hiervan. In de tussentijd hoor je ook nog gewoon even die keiharde explosie gaan. Holy shit. Oké, ik merk alweer dat mijn Minecraft het een beetje doet. Holy shit. Kunnen we bewegen? Ja, we kunnen bewegen. Holy fuck. Dat is één groot gat, mensen. Dit is nog maar van de kleine explosie. Oh, kijk eens. Diamant. Dat is handig. Die moet ik ook nog gaan vinden in mijn Minecraft Java-serie. Maar hier heb ik ze gewoon gelijk gevonden door een atoombom hier in te gooien. Holy shit. Je ziet ook dat het water een klein beetje kapot is gegaan hier. Holy fuck. Nou, wat je hier ook ziet is radioactief dirt en zand. En als je hierin staat, dan gaat het pittig veel damage doen. Ik denk dat het iets van 1 hartje doet per seconde. Dus des te langer je erin staat, des te sneller je doodgaat. Daar komt het zeg maar op neer. Maar je ziet hier echt dat het overal verspreid is hier in dit gebied. We zien hier een lucky block dat er nog staat. Wat ik eigenlijk wel even wil weten is... wat komt eruit als ik hem openmaak? Oh, kijk. De ene is lucky, de andere niet. Oké. Duidelijke taal. We hebben hier een lucky potion. Dat is wel leuk om even te zien, zeg maar. Ik dacht van... Een lucky block staat er, dus dan gaan we die ook gewoon gelijk even openen. Maar wat we nu even gaan doen is... We gaan een nog grotere explosie doen. En dat kunnen we hierin doen. We gaan er wel eventjes een atoombom neerzetten. Dat doen we zo. Een nuke bottom. 4 hiervan. En 4 van deze... En dan pliers.
En dan krijg je een Tsar Bomba. Dit ding is echt ongelooflijk. Dit wordt een extreme explosie, mensen. Wat we gaan doen is, we gaan hem helemaal volstouwen met hydrogen rods. Voor deze doe je dan vervolgens in de onderkant hier zo. Een hele hoop nuclear rods hebben we nog nodig. Laten we er even een hele hoop van inspannen hier zo. Huppakee. We gooien het er allemaal al eventjes in. En zodra het er allemaal in zit, dan zie je hier al 50 megaton. En als je dacht dat de vorige groot was, dan zijn we nog lang niet klaar. Hier heb je antennes nodig. Nogmaals een tijdbom hier. En dan nog een keer een fuse die ik totaal niet heb. Die fixen we even. Zo, boom. Nogmaals, ik raad aan om deze mod Not Enough Items te gebruiken. Zodat je dit allemaal makkelijk kunt vinden. We gooien de fuse erin en over 25 seconden hebben we één enorme explosie hier al. Dit zorgt er echt voor dat deze hele boom zometeen totaal niet meer bestaat. Oh shit, daar gaat ie! What? What the shit, dude? What the hell? Dat is zo amazing! What the fuck? Je ziet ook de grond volledig verdwijnen hier al. Oh my god. Dat is amazing. Oh my fucking god, dude. Dat is amazing. Moet je zien. Moet je zien. Er is bijna niks meer van over. Oh kijk, nog een klein beetje stone bricks. Een beetje kool, een beetje steen. Maar dat is dan ook alles. Oh my god. Dit was fantastisch. En om de een of andere reden is hier een beetje dirt over. Wat? Ik snap niet hoe dat overleefd kan hebben, maar... Dit was fucking amazing. Nou, wat je hier hebt zijn... hoe heet het ook alweer? Scorched stone. En wat er gebeurt als je hierin staat... des te dichterbij je er naar het midden toe komt... hoe sneller je doodgaat. Dus als je zeg maar naar het midden toe... Weet je wat, ik ga het gewoon even laten zien. Wat kan mij het schelen? Ik ga hier gewoon even overheen lopen. Pop, 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 pop. Kijk, dan ga je... la. En je gaat dood. Oh my god. Ik hoop dat ik dat gat nog kan terugvinden. Want dit is echt super awesome. Kijk joh. Al die verwoesting hier zo. Oh, dit was geweldig. Nou, dit zijn dus dingen die ik altijd doe als ik me even verveel. Dan ga ik wel eventjes... De boel kapot maken. Gewoon het hele land hier zo volledig verwoesten. En dit doe ik ook wel eens met de Too Much TNT mod. Als die tenminste niet crasht. En ik doe dat ook met More Explosives. Explosives plus plus. De TNT mod en allemaal van dat soort dingen. Maar dit is echt de ultieme explosie hier zo. Maar in ieder geval jongens. Dit was heel even een snelle video tussendoor. Ik weet dat het niet zo'n... dat ik normaal gesproken echt... Hele uitgebreide, hele zware, hele toffe let's plays maken en dat soort dingen. Maar ik wilde dit gewoon eventjes voor de grap even doen. Omdat het was wel eventjes leuk om gewoon even de boel hier al helemaal op te blazen. Maar wat je hier ook allemaal hebt, zijn nog veel meer verschillende dingetjes die ik nog erin heb gezitten. Ik heb ook nog, hoe heet het, een dual wheel mod, zodat ik kan gaan dual wielden. Misschien dat we al deze mods nog wel een keertje gaan bekijken. Maar niet in volledig detail. Want er zijn al veel te veel mensen die deze mods hebben bekeken. Maar dit was eventjes leuk om even te doen, toch? Gewoon eventjes de hele boel hier al opblazen. Misschien dat ik dit nog wel vaker ga doen. Maar dat is wel nog wel even te overzien. In ieder geval mensen, ik vond het weer even leuk om deze video te maken. Ik hoop dat jij hiervan hebt genoten. Als je hiervan hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En voor nog veel meer van dit soort geweldige gameplays en dat soort dingen... Dan raad ik je aan om eventjes hier beneden te abonneren op ToGaming.nl en op dat belletje te klikken. En dan zie ik jou heel graag terug bij de volgende super awesome gameplay. Later!